zwaar zijn vader. Oh, oké. Wij zijn doorgevaren en dat doen we niet mee. We zijn eigenlijk ook geraakt. Dus, bel me even. Ligt het half onder water? Ja, ik denk het. Ik zou het ook even tegen hun zijn, dan kunnen we even kijken zo. Ja, precies. Misschien een beetje een impressie van deze dag geven. Het ging echt volgens mij wel heel hard. Top, echt alles ging goed. Er waren een paar moeilijke stukjes met moeilijk te zien welke kant je op moest. Maar dat beetje bochtig parcours. Maar, bochtig parcours, ja. Wel heel leuk om te varen, moet ik zeggen. Kun je dan ook inhouden? Of, ik heb gewoon volle vaart door die bocht heen gegaan. Ja, oké. Okay. Dus, wat schat je de voorsprong op de tweede? Nou? Ik denk een half uurtje. Kleine afstand, hè? Ja. Dus, ja, precies. We hebben een uur gevaren en ik denk dat het de volgende anderhalf uur... Jij bent daar steeds de piloot of... Ja, ik vaar de hele week. Oké. Heb je speciale training voor gedaan? Nee. Op de handtrainer? Nee, je zit... Ideale gewicht. Ja, dus lekker licht. Hoe licht ben je? Precies, 72,2. Ah, oké. Prima. Maar hij vaart gewoon perfect qua teamwork. Dat is echt heel lekker. Ik sta continu in contact met hem. Hij geeft mij gegevens over de route door en eventuele obstakels of hoe hard ik moet varen, hoeveel de accu's nog zitten, moet ik dan weer doorgeven. Dat staat verbonden met een computer allemaal? Nee, gewoon puur wat, telefoon. Ah, oké. Oké. Dan kunnen ze ook wel een Russische rotzooi weghalen. Want, Okay.